En Theater Thalia heeft vanmorgen voor het eerst in haar geschiedenis een Oruyari fundraising georganiseerd. De leiding van de Schouwburg, die 180 jaar bestaat, heeft besloten een fundraising te organiseren voor de renovatie van het theater. Dat waren de tonen van Las Palmas, die speciaal voor dit evenement weer bij elkaar zijn gekomen. Volgens Hugo Wikkeling, directeur van Theater Thalia, is een renovatie noodzakelijk omdat het gebouw al 180 jaar oud is. Toen ik hier mijn intrede deed, heb ik goed naar Thalia gekeken. Zoals u weet is Thalia 180 jaar oud. Thalia wordt niet gesubsidieerd door geen enkele instelling. We zijn ook niet politiek gebonden, dus we moeten het hebben van giften, donateurs, bijdragen van de leden en natuurlijk, ja, zoals nu, een fundraising. Het is voor het eerst in de historie van 180 jaar Thalia dat we een fondsvorming doen en dat is noodzakelijk. Het is echt noodzakelijk omdat we hier te maken hebben met een gebouw, een houten gebouw, wat deels 180 jaar bestaat. En het is nodig aan, echt nodig aan een grondige renovatie. En dit is een bijdrage daartoe. Tijdens het evenement zijn gerechten verkocht die vroeger werden klaargemaakt. De directeur zegt dat het om een fosting nyang gaat. Vandaar ook de naam van Bakana Oruyari Kaseko Fatu. Met de opbrengst van deze activiteit zal Thalia gerenoveerd worden. Directeur Wikkeling vertelt wat alvast gedaan zal worden. Het ligt aan de goodwill. Je kunt één persoon in huis brengen... en die doneert 1 miljoen, maar je kunt ook 10.000 mensen hebben en die doneren per persoon 1 SRD. Dus ik durf geen schatting te maken, maar alles is welkom en naar draagkracht. Dus en als u dan uw doel zo'n beetje heeft bereikt, wat is het eerste dat u dan gaat aanpakken aan Thalia? Dit wat wij als eerste gaan aanpakken, we hebben net een dakrenovatie gehad, het dak lekte ook. En bij mijn komst is dat direct verholpen, dat was mijn hoogste prioriteit. En we denken dat we nu het geraamte aan één zijde gaan aanpakken. Voornamelijk de achterzijde, de noordkant. Want daar komt de wind tegen het gebouw en natuurlijk ook de regen. Dat gaan we als eerste aanpakken, de podiumzijde. En vervolgens gaan we stapsgewijs, pragmatisch, te werk. Hugo Wikkeling, directeur van Theater Thalia. Hij sprak vanmorgen bij de eerste Oruyari fundraising gehouden op het terrein van Thalia.